bij Jan van der Meer, bij Provinciale Staten. Dus je kunt het alles goed is allemaal wel ergens nalezen in een wat, en nakijken in een wat uitgebreidere video. Mijn berichtjes aan jullie gestuurd, onderin staan de links naar die video's. Ik praat over balans tussen energie, voedsel, met drie strepen eronder, en woningbouw. Landbouw wordt vaak nog gezien als agrarische sector of economisch belang of weet ik veel wat. Maar ik denk dat we met de toestanden in Oekraïne nog meer hebben gezien dat voedsel in ons eigen land produceren, dat toch wel behoorlijk belangrijk is. Nou, alle politieke partijen hebben daar soms wel wat begrip voor en ze willen ook al een energietransitie. En daar gaat het helaas, wat vorige sprekers ook al zeiden, soms een beetje mis. We investeren blind in zonakkers. 500 miljoen. Ja, ik doe het niet hoor. Ik kijk heel boos. Ik zal het kort houden, het staat eigenlijk allemaal op de pagina. Het klinkt vreemd, ik ben er zelf ook elke keer weer verbaasd van, maar er is dus een andere warmtepomp dan die onze ministers steeds op plaatjes laten zien. Die krijgt van diezelfde ministers meer subsidie. Dat is een waterwarmtepomp. Dus niet een luchtwaterwarmtepomp zoals de vorige gedeputeerde Jan van der Meer had. Ik heb hem hier weggepoetst. Ik wist niet dat hij zou vertrekken, maar ik vond het zo'n toestand. Geen luchtwaterwarmtepompen dus meer. Maar waterwarmtepomp met een PVT zonpanelenbron op het dak. Die ziet u hier, die zit hier voor staan. Die haalt warmte uit lucht en die verbruikt 30% minder stroom. Als we met z'n allen 30% minder stroom zouden verbruiken, hebben wij 50% minder zonakkers nodig. Ik heb in opdracht van het Nationaal Programma RES uitgerekend dat we dan eigenlijk op dit moment genoeg zonakkers en windmolens op land hebben staan. Oftewel, dan blijft alle landbouwgrond die in 2017 bij de boeren was, bij de boeren, zodat die kunnen extensiveren, het stikstofprobleem kunnen oplossen en voedsel kunnen produceren. Het klimaatakkoord gaat uit van 2 maal de Veluwe onttrekken aan landbouwgrond, die 35 terawatt. En ik zeg dus, 16 terawatt zou al voldoende zijn. En als we ook nog de radiatoren van PVT in mest hangen, dat is dat witte paneel, hebben we minder ammoniakproblemen en methaanproblemen. Ga je nog eens een keer veel meer warmte oogsten en zouden we van 22 terawatt naar 16 kunnen. Dus inderdaad, okay. We zijn klaar met zonnakkers. Dank u wel. U krijgt een appel. Ramon heeft dat net niet van mij gekregen.